Ferdy Drijf, wat is er vanavond toch weer allemaal gebeurd? 2-2. Ja, je zegt het met een stalen gezicht, maar volgens mij zit er toch iets meer achter. Ja, nee. Fantastisch. Ja, mooi, mooi voor de club, mooi voor de jongens, mooi voor mezelf natuurlijk. Hier train ik elke dag voor en hartstikke blij. Met 2 goals ben jij de verlosser van Alkmaar. Besef je het al een beetje? Nee, eigenlijk niet. Ik denk morgenochtend pas als ik echt wakker word. Nee, het is, het is een beetje gek eigenlijk. Maar ik ben super blij hoe dit is afgelopen. En om AZ te helpen naar de overwintering. Want ja, je weet dat Man U uit natuurlijk altijd lastig wordt. En dan moet je daar winnen. Maar ik ben blij dat wij hier een punt hebben gehaald. En met een gerust hart, om het zomaar een beetje te zeggen, naar Old Trafford. Met wat voor gevoel kwam je het veld in? Want jullie stonden 2-0 achter, het liep eigenlijk totaal niet. En dan kom jij erin. We speelden de eerste helft helemaal niet goed. De tweede helft begonnen we ook niet goed aan de wedstrijd. We creëerden weinig kansen. Ons spel, zoals de laatste tijd was, die hadden we vandaag ook niet. En uiteindelijk, gelukkig de 2-2, ja. Het moet nog even bij je binnenkomen, hè? Heb ik het idee. Ja, tuurlijk. Ja, het is net gebeurd. En ik weet het ook niet. Het is een beetje bizar, ja. Ja, dat lijkt me wel. Je scoort eerst dan de aansluitingstreffer. En dan ga je op zoek naar de 2-2. En dan, beschrijf het maar. Wat gebeurt er? Ik krijg die eerste bal, lange bal van Teun. En ik dacht dat hij eigenlijk al een beetje onhaalbaar was. Ik zie hem op mijn hoofd komen, achter op mijn hoofd. En ik schamp hem eigenlijk een beetje. Die keeper die ergens anders stond, ik weet niet eens waar. Maar ik draai om en ik zie hem zo invliegen. Of vliegen, rollen eigenlijk. En die tweede, Yuki, die geeft een goede voorzet. Eigenlijk een beetje achter me. En ik pak hem uit de draai op de stuit. En dat is een goede goal volgens mij. Ja, en dan word je helemaal gek, denk ik. Ja, zeker weten ook. Die jongens natuurlijk, de fans daarbij. En top. Nu op naar Old Trafford. Ja, zeker weten. Op naar Old Trafford. Met een lekker gevoel. Ja, absoluut. Ja, eerst moeten we nog zondag zien te winnen. En dan zien we verder.